Hey, super gaaf dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Kopen of huren? Daar gaat het vandaag om. We gaan eerst naar een stukje film kijken. Wat ik vanmorgen heb gemaakt over stoppen frezen voor iemand anders. Die ook een beetje met dit probleem zit. Hier heeft ooit een boom gestaan. Dat is nog niet zo lang geleden. Deze is gekapt door Melchior. We zijn nu in Rotterdam. In Kralingen. En Melchior heeft deze boom gekapt, alles afgevoerd, gefreesd. Ik denk dat hij die frees heeft gehuurd. En ik wil het met jullie hebben over huren versus kopen van spullen. Melchior heeft hem denk ik gehuurd, dus daarom vertel ik dit even zo. Hij heeft dus gekapt, afgevoerd, gefreesd. Maar niet alle delen zijn gefreesd. Dus de klant heeft twee... Hier is nog een wortel. En hier is nog een deel van de stronk of van de wortel, ik weet niet precies. Hier is hij wel geweest. Maar ja, als je een machine huurt, het voordeel daarvan is dat je hebt natuurlijk één dag de tijd om het allemaal goed te doen. Je hebt in principe geen haast. Maar ja, als dan blijkt dat je het toch niet goed hebt gedaan, ja, moet je nog een dag huren. En dat is natuurlijk vaak wel, zit je ineens met dubbele kosten en dat is natuurlijk niet zo tof. Melchior heeft deze klus aangenomen, denk ik. En hij houdt zich aan zijn woord. En dat is natuurlijk tof. Hij zegt, de klant heeft geklaagd. Of in ieder geval aangegeven, het is niet goed gebeurd, kom nog een keer terug. Nou, en hij heeft erop gezegd, prima, ik neem die verantwoordelijkheid. En dat gaan we doen. Dus dat is tof. Dus wat wij gaan doen is voor Melchior deze stronk verder frezen. En dan ga ik met jullie later hebben over kopen versus huren. Wanneer koop je, wanneer huur je? Hey, nu kan het natuurlijk gebeuren dat je zo'n deel vergeet. Hey, en dat is helemaal niet erg. Maar het gaat erom hoe handel jij daarna naar de klant. Zeggen van ja, dat is leuk en aardig, maar wij waren daar en toen had je het moeten zeggen. En nu moeten we een machine weer een extra dag huren. En rijden en dit en dat. En het gaat je 200 euro extra kosten. Of zeg je, neem je verantwoordelijkheid. Maak je de klant tevreden en zeg je, joh, we gaan het voor je regelen. Ja, daarmee stel je gewoon de klant gerust. En heb je gewoon de klant bij die in zijn familie, vriendenkring, buren jou zal aanraden. En dat levert je uiteindelijk op de lange termijn alleen maar meer werk op. Super, de klant wil hier gras overheen laten leggen, dus een centimeter of 10, 15 onder maaiveld is voldoende. We gaan nu deze mols hopen even glad strijken. Ja, ik wou dat jullie nu bij mij konden zijn, want het is een ceder. En zo met het freeswerk, dan werk je het hout helemaal open, net met zagen. En het ruikt echt super lekker hier. Ik wou dat jullie bij me waren, maar dat gaat helaas niet. Oké, jongens, jullie hebben het allemaal gezien, hè? Melchior heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. En hij heeft mij ingehuurd om de wortels die nog niet waren gedaan, alsnog te frezen. Probleem opgelost. Tevreden klanten voor hem. Gaat helemaal goed komen. Melchior, top gedaan. Ik neem jullie even mee langs wat spullen die ik hier in de bus heb. Dat zijn natuurlijk klimspullen, zagen, versnipperaar, stoppenfrees. De aanhanger en de bus. Ja, daarvan wil ik jullie laten weten waarom ik bepaalde dingen zou kopen of huren als ik jou was. Oké, allereerst de bus zelf. Kopen of huren? Als jij een beginnend hovenier bent of lekker een rommelaartje, je doet wat tuintjes hier en daar, zou ik geen bus kopen. Zou ik lekker met je eigen auto, klein aanhangertje erachter eventueel, gaan rijden.
In dat geval, mocht je meer ruimte nodig hebben voor één keer of eens in de zoveel tijd, huren. Voor mij is huur natuurlijk geen optie. Ik heb gekocht. Waarom dan deze bus? Deze bus is best wel vierkant en heeft daarom best wel veel ruimte binnen. Dat zal ik even laten zien. Je ziet dat hier ruimte is voor de versnipperaar, bladblazer, oprijplaten, zagen, klimspullen hier, stopbevrees en nog een container met allerlei andere dingen. Dus voor mij is een bus echt wel heel handig. Daarom kan ik alle spullen die ik heb gewoon in de bus laten staan. Dus ik hoef ze niet uit te halen, 's avonds of zo, omdat ik de volgende dag mijn eigen auto weer nodig zou hebben, zeg maar. Dus als je een bus hebt, heb je ruimte, die kun je vullen met spullen die je regelmatig nodig hebt. Hey, het allereerste wat we hier zien zijn wat klimspullen. Dit is de klimlijn met zigzag, klimgordel, klimsporen. Kopen, altijd kopen. Dit soort dingen moet je nooit huren. Ik heb ze wel eens te huur zien staan op marktplaats en ook bij een verhuurbedrijf. Klimspullen nooit huren. Altijd kopen. Ik ga later nog een keer een video maken over nieuw kopen of tweedehands kopen. En daar is dit ook een belangrijk iets van, want ik zou dat altijd nieuw kopen. Het tweede wat ik jullie wil laten zien is deze kettingzaag, de 201T. Zeer betrouwbaar. Heerlijk zaagje. Dit is de zaag die ik bij iedere klus gebruik. Klein, krachtig, zuinig. Altijd kopen. De andere zaag die ik standaard bij me heb is de 362C. Ook een heerlijke zaag. Kopen. Deze zagen gebruiken ze met enige regelmaat. Laat zeggen meer dan één keer per twee maanden. He, dus dat je een zaag nodig hebt voor haardhout bijvoorbeeld. Kopen. Gebruiken ze één keer per jaar. Stilstaan is natuurlijk niet goed voor machines. Gebruiken ze één keer per jaar of één keer, of twee keer per jaar, zeg maar. Dan zou ik zoiets huren. Let dan wel op, je kunt verschillende manieren huren. Je kunt bij een verhuurbedrijf, bijvoorbeeld Pools. Is denk ik een van de grootste in Nederland. Je hebt regionale kleinere bedrijfjes. Ook via Marktplaats kun je wel iemand vinden die bij jou in de buurt een kettingzaag verhuurt. De voordelen daarvan zal ik zo even opnoemen. En ook natuurlijk de nadelen. En dan hebben we hier de versnipperaar. Dit is een iets ander verhaal. Kijk, ik heb deze versnipperaar nodig. Ik zal uitleggen waarom. Hè, want wat is nodig? De versnipperaar die zorgt ervoor dat als ik bij een klus aankom, dan kan ik daar de boom versnipperen. Dan heb ik ten eerste een product wat ik daarna verder kan verhandelen, weggeven of wat dan ook. Of de klant wil of regelmatig zelf ook hebben. En omdat het takkenvolume zo enorm afneemt. Hè, laat zeggen 10 kuub aan looftakken. Zeker in de winter zonder bad eraan. Is misschien maar 2 kuub aan normale snippers. Dus deze machine zorgt ervoor dat ik bij een klant ben geweest. En nog steeds ruimte genoeg over is op de kar. En dan kan ik direct door naar de volgende klus. Hoef niet tussendoor nog te gaan storten. Dat was de hakselaar. Dan hebben we hier in de achterkant natuurlijk nog de stopbevrees. Stopbevrees is voor mij wel een dingetje geweest. Die heb ik eerst wel eens gehuurd. Was ik niet helemaal tevreden over, omdat de bijten altijd bot zijn. Dus je moet altijd rekening mee houden als je bijvoorbeeld naar Boels gaat. En wat ik vaak deed, was dat ik iemand anders inhuurde die het voor mij ging doen. Daar was afgelopen keer de video over Mark Dingemans van boomstronkverwijderend.nl. Hij freesde voor mij en dat scheelde mij natuurlijk werk. En ik verdiende er ook nog een klein beetje op. Op een gegeven moment kostte dat zoveel geld dat ik dacht, ik ga het eens proberen om het zelf te doen. En daarom heb ik ervoor gekozen om de stopbevrees te kopen. In principe is het bijna nooit nodig om een stopbevrees echt te hebben, tenzij je daar het werk voor hebt. Ja, je kunt een stopbevrees huren of iemand inhuren die een stopbevrees heeft. Kopen of huren? Huren. Tenzij je er echt het werk voor hebt, dan zou je hem kunnen kopen. Maar in principe huren of iemand inhuren. De hakselaar. Als jij regelmatig bomen zaagt, is dat echt een uitkomst. Kopen. Heb jij eens in de zoveel tijd een hakselaar nodig? Huren. Deze machines kun je vaak ook bij de lokale tuinmachinehandel wel huren. Eventueel een aanhangertje bij of zo. En dat is helemaal prima. Hey, dit zijn een beetje de spulletjes die ik gebruik. Die zie je natuurlijk ook regelmatig terugkomen in de video's. Ik wil natuurlijk even kort ook de voordelen van huren. Want er zijn natuurlijk ook gewoon voordelen aan huren. En de voordelen van kopen even bespreken. Hey, er zijn naar mijn inziens 5
redenen waarom huren een goede optie zou zijn. De eerste uiteraard is dat je helemaal niet veel geld nodig hebt om toch een grote machine tot je beschikking te hebben. Ja? Dan heb ik niet per se over de machines die hier staan. Want je moet hier denken aan de versnipperaar nieuw, 4.500 euro ex-BTW. De stoppenface ongeveer vergelijkbaar. De aanhanger misschien 3. Maar we hebben het hier over grotere machines. Ja, bijvoorbeeld een grote versnipperaar met een 100 pk motor erop of zo. Een grote invoerrollen waar je hele bomen tegelijk in kan douwen. Of denk eens aan een kraan. Denk eens aan een rolstijger die je kunt huren. Denk eens aan een hoogwerker. Er is natuurlijk geen mens op de wereld die één klus heeft. Waar een hoogwerker nodig is en dan 50.000 euro uit gaat geven om die ene klus uit te voeren. Dus je hoeft helemaal niet veel geld te hebben om toch een toffe machine tot je beschikking te hebben. De tweede reden is dat als jij huurt, heb je bij in ieder geval de grotere verhuurbedrijven, heb je vaak een jonge of een jong gebruikte machine met weinig uren erop tot je beschikking. Ja, dus je loopt eigenlijk nooit met oude zooi te reulen. Hey, en de voordelen 3, 4 en 5 liggen een beetje dicht bij elkaar. 1. Je hoeft er geen plek voor te hebben. Ja, dus als je net als ik in een nieuwbouw woont, je hebt natuurlijk geen plek om een grote versnipperaar op je oprit te zetten. Dus dat hoeft dan ook niet. Dus als je een grote versnipperaar nodig hebt, of een hoogwerker, of een kraan, die hoef je niet zelf aan te schaffen, maar je hoeft er ook niet geen ruimte voor te hebben. Dus je hoeft geen garage te huren, of geen garage te hebben, of geen grote erf om dat te stallen. Ja? Omdat het gewoon niet is. Daarnaast heb je ook geen onderhoud. Ja, dus de machine staat niet bij jou, je hoeft er ook niet voor te zorgen. Dus 's ochtends haal je hem op bij de verhuurder, 's middags brengen we je terug en dan zeg je succes ermee. Daar betaal je uiteraard wel voor. Hey, en het vijfde voordeel is dat als de machine stuk gaat, dan breng je hem gewoon terug naar de verhuurder en die zorgt dan voor dat hij gemaakt wordt. Ja, of stel je voor er zijn andere problemen met de machine, ja, is allemaal jouw pakje niet aan niet, je brengt hem 's middags weer terug en klaar. Ja, eventueel betaal je soms zelfs een bijdrage voor de slijtage van wijtels bijvoorbeeld bij stoppenvrees. Iedereen betaalt die bijdrage, maar goed, ze doen er nooit wat aan. Maar goed, daar betaal je dus voor en heb je al die problemen niet. Dus dat zijn de voordelen, wat mij betreft, voor huren. Hey, en dan natuurlijk de voordelen van kopen. Ja? Je ziet, ik heb deze machines gekocht en daar is natuurlijk een reden voor. Ja? De belangrijkste reden is dat ze dan altijd voor jou en voor jou alleen beschikbaar zijn. Ik heb deze machines hier staan, die zijn altijd tot mijn beschikking. Als ik hem iedere dag wil gebruiken, kan dat. Wil ik ze een maand niet gebruiken, kan dat ook. Ja? Dus deze machines en alle spullen heb ik altijd tot mijn beschikking. Een voordeel van kopen is ook dat er eigenlijk wel voor ieder budget is er wel een machine beschikbaar. Ik noem even als voorbeeld de versnipperaar. Die kost nieuw 4.500 euro ex BTW. Dus dat betekent ongeveer 5.500 euro inclusief BTW voor deze versnipperaar. Heb je dat geld niet, kun je gewoon kijken naar een gebruikte. Ja, een gebruikte heb je in allerlei variaties van echt gebruikt, misbruikt misschien wel, tot hele goede tweedehandse. Ja, dus daar kun je zelf kijken, oké, wat wil ik, wat kan ik? Kan ik eventueel zelf dingen repareren? Dan kan je misschien een goedkopere, wat oudere machine aanschaffen. Heb je daar geen zin in? Of kom jij misschien een hele goede deal tegen? Ja, voor een jonge machine voor een goede prijs? Ja, dan kun je allemaal aan je eigen wensen afstemmen. Heb je het geld ervoor of niet? Wat wil je ervoor over hebben? Kun jij zelf eventueel iets repareren? Huren is natuurlijk vaak interessant als je dingen maar één keer gebruikt. Eén keer per jaar of één keer per half jaar. Ja, denk bijvoorbeeld aan een rolstijger. Als jij één keer in 5 jaar je huis moet schilderen, dan ga je natuurlijk geen rolstijger verkopen. Ja? Zo'n versnipperaar of een stoppenvrees, als ik die één keer per half jaar nodig heb, zou ik het natuurlijk niet kopen. Ja, dus deze gebruik ik vaak en is altijd beschikbaar. Dat kost natuurlijk één keer een flinke klap geld, maar daarna kost het me eigenlijk niks meer. Ja, je hebt af en toe je onderhoud, de messen zul je af en toe moeten slijpen of vervangen. Je hebt natuurlijk brandstof wat erin gaat, maar ja, dat is bijna niks. Die motors die erop zitten, die GX390 van Honda, die zijn best wel zuinig. Dus je kan er 3 uur mee werken voordat de tank leeg is. Nou, tank van 6 liter. Nou, dat kost je, weet ik veel, misschien 10, 15 euro om te vullen. De derde reden is dus, op de langere termijn is kopen bijna altijd voordeliger. Dus daarom kopen. De vierde reden is veiligheid. Ja, jij kent je machines het beste. Jij weet hoe je daarmee moet werken, hoe je daarmee moet omgaan. In het bijzonder wil ik toch nog even de klimspullen aanstippen. De klimspullen heb ik hierin liggen, dat zijn mijn spullen. Ik weet wat daarmee gebeurt en niemand anders zit eraan. Ja? Dus in verband met veiligheid zou ik nooit klimspullen huren. Klimspullen nooit huren. Nooit. Nooit. Altijd kopen. De laatste reden, dat is de vijfde reden,
is dat de machines en de spullen die ik gebruik, die je koopt, die kun je ook weer verkopen. Ja, dus deze stoppenfrees bijvoorbeeld, die heb ik gekocht voor rond de 2.500 euro. Die heb ik al best wel vaak gebruikt in de afgelopen paar jaar. Misschien wel 100 keer. Het voordeel daarvan is dat ik niet alleen de huurkosten natuurlijk bespaar, maar straks als ik deze machine zat ben, mocht het ooit gebeuren, dan kan ik hem ook weer verkopen. Dus dat zijn de 5 voordelen van huren en de 5 voordelen van kopen. Alles is uiteindelijk afhankelijk van jouw situatie. Ben jij heel vaak langs lanen aan het werk, waarbij je met een versnipperaar en je hele spulletje bij de boom kan komen, moet je nooit zo'n versnipperaar kopen, want daar word je gek van. Ja? Deze machine hetzelfde, als jij grote stronken moet frezen, moet je deze machine nooit kopen, want daar word je gek van. Ja? Wat je nog wel kan doen, is natuurlijk mensen inhuren die die spullen voor jou hebben. Ja? Dan gaat er een andere video over komen, dat gaat over huren of inhuren. Ja, inhuren van mensen die spullen hebben. Wat zijn daar de voor- en nadelen van? En als jij gaat kopen, nieuw of tweedehands? En waarom? Hey, en die huurprijzen die je betaalt voor bijvoorbeeld een stoppenfrees. De laatste keer dat ik een stoppenfrees huurde, is daarom ook al lang geleden. Toen kwam ik bij Bols in Gouda. Stoppenfrees huren, nou prima, we hadden zelf een karretje meegenomen. Maar dan staat er op de website, stond er geloof ik 60 euro of zo. 60 euro voor een dag. Uiteindelijk hebben we een dag gehuurd waar 125 euro ligt er. Ja, want nee, 60, hey, er kwam de B2 nog bij. Nou, oké, dat begrijp ik dan. Nee, maar je moet ook een kannetje brandstof. Dus ik moest 5 liter aspen, blauwe aspen afnemen om te vullen. En dat ging niet per liter of wat dan ook. Dus ik moest een kannetje aspen. Dus dat was geloof ik 15 of 20 euro. Toen moest ik een slijtage bijdragen voor de bijtels. Nou, die bijtels waren al bot, maar goed. Ik moest een slijtage bijdragen erbij doen, ook iets van 15 euro. En schoonmaakkosten. Die dingen worden nooit schoongemaakt. Dus al met al was het een prijs van 125 euro. Ja, weet je, en daar hou ik niet van. Laat het ook over gehad, hè. Mensen houden niet van verrassingen. Ja, mensen willen een eerlijke prijs, persoonlijk contact en geen verrassingen. Nou, en dit soort verrassingen heb ik echt een takhekel aan. Dus je tekent ervoor, ik ga hem huren en uiteindelijk betaal je 125 euro. Ik weet niet of dat nu nog steeds is. Ik praat nu over 5 tot 10 jaar geleden, zeg maar, dat ik de dingen huurde. Nou, daar kan ik echt niet tegen. Hey, vind jij deze video's leuk om te zien? Gooi even een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. Het belletje aantikken, dan word je op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video komt. Ik probeer iedere maandag en vrijdag om 8 uur een nieuwe video voor jou klaar te hebben. Zie ik je daar?